Er zijn hele kleine gemeenten waar het treffen inwoners aantal, ongeveer 16.000 inwoners, toch niet een onaardige oppervlakte in vergelijking. Maar ook begrippen als stormvloed, afwatering in het achterland en verplaatsen van ondergrondse en bovengrondse leidingen. Ja, de invloed, namelijk bij altijd de stormvloed, loopt water 2 kilometer rond, maar loopt naar beneden. Het klinkt als een wijsheid, als een koe, maar heel Aquafin is iets anders bezig. Die zijn water. De water is niet alleen de strijd geweest tegen het zeewater, het scheldewater dat vanuit de zee wordt opgestuurd en soms zodanig hoog komt dat het bedreigend is voor de mensen die ernaast wonen. Maar ook de strijd tegen opperwater. We hebben hier in Kruijbeek de klas gaan beheren en we gaan ons leven zodanig organiseren dat we in staat zijn om in dit geval het water te sturen op een plaats waar het geen over de potpollen die de Schelde zou moeten gaan beheersen. Op het moment dat we dat verlaat en gaat naar het idee van Wij kunnen enkel maar de Schelde een klein beetje sturen. Eén beslissen over die invulling daarvan. Op het moment dat je kunt zeggen van ja, wij zijn belangrijk hier in Kruijbeek omdat we samen kunnen ervoor zorgen dat we stroomopwaarts een aantal gebieden kunnen beschermen, dan spreek je echt een ander verhaal. Als je een goed heeft, dan hoop je eigenlijk de rest van het werk is niet uiteindelijk in de bedoeling dat het dan zo uitziet, die zal er echt in je wijken. Gewoon aardig op de lijn. Dat is eigenlijk de volgende van Kruijbeke bij hele strategie gaan worden. Toegangen zijn dus aan de Schelderij, de Oud-Vingerstraat, de Pemphoekstraat. Het is ook zo dat die wederhoogebieden op lange nog niet optimaal ingericht zijn. In feite is de beslissing of de keuze dat we eerst die gebieden treffelijk moeten inrichten vooraleer dat we overgaan tot drastische beheermaatregelen in relatie tot het afvangen en doden van vossen. Uiteindelijk is het een natuurgebied waar ook vossen plaatsen in krijgt. Ik woon dus over de Olsumstraat. Dat daar een trap en een bruggetje zou komen. Wanneer? U gaat mijn vraag horen. U kent mijn vraag. Wanneer gaat de plaatselijke jaarvereniging betrokken worden in het beheer? Beheer dat noodzakelijk is, omdat het nu uw weidegoed wordt bedreigd. En u beheert het zelf, u vangt naar bossen weg. Hoe zijn de vooruitzichten in de tijd qua plaatsingen van de leidingen van de Eriquiet en vooruitzichten in de tijd de Koer? Ten opzichte van het niveau van de Polderstraat. En hier de vraag daarbij, komt daar langs de parking zoals men. In de verschillende bouwvergunningen, 1500, 1600 personeel die moeten verworven worden, maar niet allemaal tijd. Maar de problematiek van de leidingen is altijd een rode draad geweest op het project. Dus het is nu zeer duidelijk, als u dat kan nemen, dat al uitvoeren. In de huidige situatie is er waar, zit nog een paar zaken bij ons, zodat we recht kunnen ronden voor een project te zetten en daar te gaan kijken. Anders het zal niet zijn, het zal niet over bebroeien gaan. En dan later is in principe wat het bolbestuur is.